En ik heb kaartjes voor al mijn vrienden om te gaan sturen, zodat ik iets te doen heb straks in het huisje. Naar Lucas, Thijs Romein gestuurd. Naar Tamer, dan heb ik naar Christel gestuurd. En ik heb gewoon in die winkel een beetje zitten kijken naar wat zo'n leuk kaartje. En toen keek ik opeens naar een kaartje. En toen zag ik dat daarop een best wel eng spook of zo staat. We zijn hier aangekomen in een verlaten horrorbos. Heet jou Harold? Nee, Harmen. Wist ik. Welkom bij een goed nieuwe aflevering van Undercover in België. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Hallo kijkers van Harmen Vrona en welkom bij Ardenne Vlog 2. En ik ben alweer wat wakkerder, zo zie ik er niet uit trouwens, dat besef ik me nu ook. Maar het is tweede dag in Ardenne en we gaan nu naar een dorpje in de buurt. Yes, we zijn aangekomen in het volgende dorpje. Ik zou ook dit gewoon helemaal kunnen voice-overen, want jullie zien toch niet dat ik praat. Ja, maar nu zien ze ook gewoon mij niet articuleren, dit kan ik ook gewoon voice-overen. Maar in ieder geval, hier zijn we in het dorpje en we moeten mondkapjes op. Super tof. We zijn dus in een soort Belgisch dorp, waar letterlijk alleen maar Nederlanders zijn. Dus je hebt zo'n 4 uur lang zitten reizen en nog steeds is iedereen Nederlander. Dus dat is wel echt het ultieme vakantiegevoel. Welkom bij de tent. De toeristen uithangen met mondkapje op is toch wel iets waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat ooit zou doen. Dus ja, hier staan we midden in dit dorpje. Mijn Fransdocenten zeggen altijd dat ze trots zijn als wij in Frankrijk of waar we dan ook zijn in Wallonië proberen om ons in Frans te redden. Dus vandaag ging ik dat proberen en ik kan best wel een beetje Frans. Maar toen bleek opeens dat degene bij wie we aan het afrekenen, die was Nederlands. Dus toen zat ik daar in Frans alles goed te proberen. En die ging in Nederlands antwoorden. Dus dat was best wel heel zielig voor mij. Reckon Castle. Ja, ik denk dat we nu ook nog wel even af mogen, terwijl we hier zitten op ons terrasje. Want die dingen zijn toch verrekte heet. Ik vind dit er toch iets frisser uitzien op een vlog. En nu gaan we op de warmste dag lekker koffie drinken en een tosti eten, maar dat vind ik zelf wel lekker. En verder wordt dit een shopvlog. Ik heb namelijk ook een Harry Potter puzzel, omdat we toch iets te doen moeten hebben. En ik heb kaartjes voor al mijn vrienden om te gaan sturen, zodat ik iets te doen heb straks in het huisje. Lekker koffie. Het was niet dat 50% van de puzzel daar bestond. There we go again. We hebben nog 3 minuten parkeren, dus nu moeten we opschieten. En we gaan weer naar ons vakantiehuisje om kaartjes te gaan schrijven. Vakantie is er altijd meer mogelijk. Namelijk ook dat je een borrel neemt waar aan de ene kant dit prachtige weer is en aan de andere kant het onweert. Dus ja, heel top. Op de gehele camping waar we zitten geldt een mondkapjesplicht. Maar ik ben nu net van de camping af, dus hier geldt die niet meer. En verder heb ik ongeveer het grootste deel van de middag besteed aan het schrijven van mijn kaartjes. Want ik heb vanmiddag natuurlijk in het dorpje waar we waren geweest, heb ik kaartjes gekocht. En verder heb ik zitten lezen in een boek. Dat is een legal thriller, wat gaat over een rechtszaak. En er wordt gewoon die hele rechtszaak wordt beschreven. En vanavond gaan we een film kijken en dat is een verfilmd boek van dezelfde schrijver als van wie ik dat boek lees. Ready to explore right
We hebben ook al een soort van plannen gemaakt voor morgen. Morgen wordt waarschijnlijk iets van een waterdagje. Dus dan gaan we zwemmen of waterfietsen of suppen en al dat soort dingen. En dat gaan we doen in hetzelfde dorpje als waar we vanmorgen zijn geweest. En daar heb ik op zich wel zin in, want het is nu een beetje eind van de middag. Dus het is alweer een stuk koeler. Maar het was wel echt heel erg heet aan het begin van deze ochtend. Dat het echt in de zon nauwelijks vol te houden was. En dit is de plek waarnaar ik jullie vandaag wou meenemen. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar hier heb ik gisteren een boom met gespot. Dus ik wou eigenlijk hier nog omhoog. Maar vandaag gaan we 3 dagen naar een hele luxe boomhut. Ik zit nu helemaal boven hier. Hij is 4 meter hoog of zo. En ik heb niet extreem last van hoogtevrees. Maar wel altijd van dingen waarvan ik niet zeker weet of ze goed geconstrueerd zijn. Zoals zo'n boomladder omhoog dan. Dan denk ik van ja, is dit gebouwd door kinderen op een maandagmiddag? Of is dit gebouwd door wachters die hier 4 uur op een avond moeten doorbrengen? Dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, het zit chill. En het is op zich goed gemaakt. Dus ja, nog steeds is het eng. Ik heb dus naar mijn beste vrienden, waarvan ik denk dat ze het ook een beetje kunnen waarderen, heb ik 8 kaartjes gestuurd. 5 naar mensen die jullie kennen en 3 naar mensen die jullie niet kennen. Tenminste, waarschijnlijk niet. Dus de 5 die jullie wel kennen zijn Christel, Tamar, Thijs, Leon en Lucas. En de 3 die jullie niet kennen zal ik ook maar niet helemaal op vlog noemen of zo, maar die korten we wel af naar N, P en H. Dus daar heb ik allemaal een kaartje naar en daar heb ik dus de halve middag aan zitten besteden. Naar Leon heb ik gestuurd, wat is het leven hier toch saai zonder je? You were the shadow to my light, did you feel us? Lucas heb ik dus wel iets bijzonders, want ik heb dus 8 kaartjes gekocht. En ik heb gewoon in die winkel een beetje zitten kijken naar wat zo'n leuk kaartje. En toen keek ik opeens naar een kaartje en toen zag ik dat daarop een best wel eng spook of zo staat. En dat schijnt dus een soort mid-ear te zijn. Wat dus te maken heeft met dit spook. Wat ik best wel raar vond. Want je zet niet echt een spook op een kaartje of zo. Dus ik heb even naar Lucas gestuurd. Voordat ik begin, toen ik dit kaartje kocht, wist ik niet dat er een spook op stond. Sorry. Another star, you fade away. En wel een vlogtitel nu. Ik stuur Lucas R. een spook van de Ardennen. Dit is echt vet eng, haha. En dat past ook wel een beetje bij Lucas. Want Lucas was ook de enige die ik een kaartje met een spook erop zou sturen. Dan heb ik naar Thijs Romein gestuurd. Yo Thijs, how's life? Mannen lees de vrouw waarin jij huts zei, is echt goed bekeken. Huts. Echt? Ja. We moeten snel weer een video knallen, wordt tof. Net als nog 2 jaar VWO knallen. Komend jaar wordt leuk. Zie je snel. Tot ziens, Harm en Frodo. Afraid I aim is out of sight, wanna see you. Dan heb ik naar Tamar gestuurd. Even kijken, een paar persoonlijke dingen. Oh ja, zij, ik had 2 keer eerder naar haar een kaartje gestuurd. En bij beide keren wist ze dus niet dat ik het was. Dus nu heb ik neergezet 3 keer in scheepsrecht. Deze keer weet je vast wel van wie het kaartje komt. Toen heb ik gestuurd, ondertussen ben ik hier 8 dagen mijn niet interessante leventje aan het vloggen. En heb ik de halve stad afgezocht naar een kaartje voor jou. Het maatregelenpakket is hier veel strenger, dus drama. En mondkapjes zijn gewoon super stom ofzo. Maar op zich, ik hou ervan om me aan maatregelen te houden die anderen mij opdragen. En zeker als ik in het buitenland ben, omdat dat niet mijn pakje aan is hoe zij corona verspreiden. Dan heb ik naar Christel gestuurd. Hey, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Vind ik een beetje egoïstisch, maar trouwens, maar daar kwam ik pas later achter. Ik vind het altijd leuk om onze vlog samen terug te kijken. Dat zijn echt de allerleukste. We moeten er nog snel maar één opnemen samen. Mis je een beetje. Er staan nog 2 toffe jaren op de Cordelius te wachten. Ik weet niet of ik daar zelf om zou kunnen lachen als ik een kaartje krijg maar daarop een spook. Maar ja, je moet er maar van houden, hè. Op zich zit ik hier prima eigenlijk in deze mooie boomhut. Valt me nu op dat ik daar best wel lang gezeten heb, daarboven. Want ik heb daar dus best 1.5 uur gezeten in een top van een boom of zo. Dus ja, dan merk je opeens dat als je eigenlijk opeens ontsnapt aan het drukke leven, dat je opeens veel meer tijd hebt voor nutteloze dingen zoals in een boom gaan zitten. Heel tof. Zien jullie ook daar op de boom een soort illuminatieteken of zo? Geen idee, ik vond het er best wel blijken.
Dus laat even in de reacties weten wat jij denkt. Zie ik je de volgende keer. Boeien.